Welkom bij weer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal, jongens. En vandaag speel ik niet alleen, nee, ik speel vandaag samen met Rick Oftewel Paradise. We gaan kijken of wij dus een heel lekker duo voor je kunnen gaan neerzetten. Dus mocht je het leuk vinden, laat dan even je blauwe duimpje omhoog achter. Natuurlijk enorm. Laten we proberen de 1.5k likes te halen, want in de video probeert Rick dat ook. Dus ja, laten we gewoon proberen. Laat zoveel mogelijk blauwe duimpje omhoog achter. En als je nog niet bent geabonneerd op mijn kanaal, abonneer eventjes. En dan gaan wij gewoon proberen of wij dit potje kunnen gaan winnen, jongens. Dus laten we gaan kijken. Let's go. Rick, heb je er een beetje zin in? Nee. Nice. Nee, ik ben vandaag samen met Rick, jongens, en we gaan samen proberen gewoon een lekker potje te spelen. We landen allebei dit huis hier? Yes, is goed. Oké, nice. En dan pak ik de onderverdieping, ja? Oeh, ja, er zit hier niks boven. Oh, dan pak jij die yes. We spelen in ieder geval allebei met dezelfde skin, jongens. We hebben de vrouwelijke burn-out skin aanstaan. Dus ja, mocht je dit leuk vinden, smash even een blauw duimpje omhoog natuurlijk. En dan gaan ik en Rick proberen natuurlijk een heel lekker potje neer te zetten. Ik hoor al mensen met LMG schieten en alles. Ik vind dat je dit keer wel een like goal moet hebben. Ja, oké, wat wordt de like goal, Rick? Jij mag het proberen. 1500? Laten we proberen 1500 likes halen, jongens. Jullie horen het. Rick doet mee. Ik hoor nog een chest hier. Op mijn plek. Ziet hij er wel? Nee, weet niet. Ja, hier. Oh. Ik wou net zeggen, ik dacht ik hoor een chest. Maar, we hebben hem! Oké, er zitten hier twee teams. Recht voor mijn neus. Wat dan? Kom even. Ja, ze zijn met elkaar in gevecht hier. Hier, wil je, kijk eens, hier, kom eens. Jij mag deze van mij. Oh. Oh. Hier, oh, oh. Oh, op de boom! Lekker, man. Fuck, hij is dood hier binnen. Oké, let's go. En hij heeft nog gehit ook, deze man, hè? Lekker. Had hem nog gehit ook. Ja, dat is wel weer even kijken. Kijk uit voor traps hoor hier zo. Oh my god, even kijken. Nu moeten we even health dingen van fixen houden. Anders gaat het niet goed komen. Oh, je hebt niet heel veel HP, nee. Ik had me nog, dacht dat me het nog iemand was, maar. Nee, die had hij gekilled. Ah, oké, toppie. Die had hij al gekilled. Toppie! Toen kwam hij pushen. Right. Ja, ik ga hem pushen. We moeten even zorgen voor materials en wat health. Dat zou echt top zijn. Ja, dat komt wel goed. Pak in dit huisje. Oh, oh, voor me. Mensen? Yes. Oh, nice. Hij heeft niet eens gehit, man. Nope. Nice. Dat is de power of de nieuwe SMG. Je hebt een nieuwe SMG? Ja, oh wacht. Nee, hier. Neem jij die grenade launcher mee? Hier. Ja. Neem die LMG wel mee. Zo. Zo? Nice. GG, maat. Moet ik helemaal kijken. Zo. Dus nu gewoon even een kwestie van hout hakken. Yes, dan, sir. Dan komen we er denk ik wel. Oh, blauwe AR heb ik, blauwe pup. Er zijn veel enemies hier, man. Ja, deze jongen denkt weer stoer te zijn, hè. Jongen. Zit aan mijn overbeeld? Nou, je kan hem killen. Ik laat hem. Oh, jij hebt hem al. Nice, GG. Met kitchen. Zou ik die gewoon innemen? Nou, ik wil hem. Dat gaf je. Heb je 100 health? Ja, toch? Ja. Ik zou echt gaan huilen als ik zomaar jouw HP hebben en jij 99. En jij denkt van, nee Rick, ik wil hem. Ja, ik heb 25% shield, weet je. Daarom neem ik hem, you know. Alright. Even kijken. LMG is altijd wel lekker, maar voor mij is die hier gepatcht, hè, die LMG. In de zin van beter? Of in de zin van nee, want ik had laatst dat ik om een beet schoot en dat ding ging echt amper kapot gewoon. Ja, ik vond dat kan ook aan mij doen, misschien was ik gewoon scheef, jongens, dus. Ik zou me niet raam van kijken als ik weer fout heb, maar. Kijk, waar wil je daar heen gaan lopen? Ik denk Dusty, dan Tilded. Dusty om nog wat hout te hakken. Ja, sure. Laten we even dat huis rechtschecken op Noord-East. Dat yes, sir. Kleine villaatje. En dan kunnen we door. Yep. Ja, Tilted ligt wel. Ik denk dat Tilted het eindcirkel gaat worden. Tilted of verder dan Tilted? Waarom ben ik heel erg bang dat dit weer een eindcirkel gaat worden? Gewoon vol op een berg. Ja, dat zou niet heel erg mooi zijn. Hier nog een shield. Die kan jij nemen. Hier ligt nog een drumgun, als je die wilt. Nee, ik heb normale AR. Dat vind ik chill. Chill genoeg. Nice. Right, hier is geen shoot meer. Kijk, dan moeten we gewoon in Dusty die paddo's pakken als die er nog liggen. Nou, maar dan space je helemaal. Ja.
Je krijgt er meer levens van, dus ik vind het nice. Ja, oké. Okay. Space genoeg. Space cake. Ja. Don't right, do drugs, kid. Ik zie ze daar zo liggen, man. Never en je kunt natuurlijk ook gewoon genoeg hout hakken. Ja, nee, dat is chill. Dat is zeker weten chill. Kijk, ik denk... Dus die landen ook bijna helemaal geen mensen meer, hè? Nee, dat was in het begin echt extreem erg. Ja, maar nu echt gewoon... Dood. Gone, but not forgotten. Inderdaad. Ik vind het jammer. Ik hoop wel echt dat Dusty ook weer helemaal dicht gaat, zeg maar. Ja, ik denk dat Dusty gewoon een nieuwe Wailing Woods wordt en dat er in de volgende update, iets met Wailing gaat veranderen. We moeten nog steeds die game mode krijgen met... hoe heet dat ook weer? Die Levitini of zo. Juist, ja. Ja, ik kan het ook niet uitspreken. Ja, ik snap wat je bedoelt. Inderdaad. Die moeten we ook nog steeds krijgen. Wow! Wow, je werd gehit. En hoe? Zo, ik schrok met apenlazers. Holy shit, mate. Oké, ik word gepusht. Oh, kom eraan. Ik ben er weer klaar. Oh, jij sneaky bastard. Voor mij. Hij springt naar beneden. I wanna kill ya. Kom hier! Kom hier, fam! Sorry voor de kills, joh. Nee, je bent gesaved, je bent gesaved. Oh my god, mate. Oh. GG. GG! Kijk, ik heb niet hier. Even kijken hoor. Ik was niet aan het opletten. En toen was mijn SMG leeg. Toen switchte ik. En toen was mijn shotgun ook leeg. Ah. Even kijken, hoeveel health heb jij? Je hebt iets meer health, dan neem ik wel... Ik heb banners voor jou trouwens. Ik heb al 76. Oké. Okay. Ik heb twee medkits. Nog een team, twee medkits. Nog een team. Another one. Ik wacht. Ik heb hier... Oh god damn it. Don't die, please. I'm gonna die. Oh. Eén nog? Lekker, jongen. Ja, ik word ook door een ander team in mijn rug geschoten nu. Oh, wat? Pardon. Ben je gefinished? Nee, nog niet. Net niet. Ik ga gefinished worden nu. Achter. Hold on. Rick? Neem dit ding. Wat? Nee. Oh dammit. Ah, we're finished. Fatal. Ah! Nice. Shit! Heb je nou iedereen? Ja. Lekker, 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 lekker. I hate this, man. Oké, okay, wacht. Hoeveel kills had jij? Je had er 3. Mm-hmm. Ik ga mijn best doen, Rick, hold on. Kom op, jongen. We moeten het nu kom op. Voor Rick overnemen. Oké, okay, Scar hebben we. Er ligt hier een gouden versie van. Die neem ik iets dieper. Hoe is het mogelijk? Ja, dit is niet eerlijk.
Ik moet jou nog hebben, maat. Ik heb ze ook nog. Ik heb geen launchpad, niks. Dit is je man. Nee, je hebt medkit. Ga ik dit redden, denk je? Je hebt dan ook nog een medkit. Even kijken, hoe ver moet je? Hoeveel medkits heb je nu? Dit zijn er 3. Oh, dude. Easy. Alright. Easy win. Oh my god. Wanneer moet ik gaan medkitten volgens jou? Ongeveer net iets onder de 30. Ongeveer 25, 27. Alright. Oh, woe! Rick, come on. Kom op, jongen. Gooi even die 10 kill game. Ik proberen, houden. Ik heb helemaal geen shields, niks. Well, heb je ook geen bouncers? Ik ga 2 damage doen, hè. Geen bouncers? Nope. Zou ik alvast 1 gaan doen nu? Ja. Nee. Jawel. Ja, maar je hebt nu nog 1 damage, dus nu had je zeg maar nog veel beter verder kunnen lopen. Ja, true that, maar ja. Ik heb er toch 3. Oké, let's go. Kortste lijn nemen. Oh, joh, dat red je, joh. Easy. Je gooit deze, dit overleef je nu, dan gooi je zo meteen nog een medkit en nog een medkit over. True. En ik heb er nog een cozy. Nice. En okay, nu doet hij 2. Oké, okay, dit overleef ik zo en zo. Daarom, okay, dit overleef ja, dit red ik sowieso. Nice. Right. Doe mijn best, ja, boys. Doe mijn best, ja. Nu hangt er een hele erge druk op mijn schouders, maar goed. Ja, dat kan wel, je. Dit ik heb wel loot, zeg maar. Het komt goed. Komt helemaal goed. Oké, okay, neem het nog eentje in. Dan zetten we mijn RPG daar zo. En dan gaan we er nog even tegenaan. Hopelijk kunnen we hem pakken, jongens. Ik heb zoveel loot laten liggen daar zo eigenlijk, hè. Dit is niet normaal eigenlijk. Ik had het eigenlijk allemaal beter even kunnen uitverteren. Maar goed, dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ga je Tilded riskeren? Ja, moet wel. Oeh. Ik heb ook echt nog even geld nodig. Of shields en hout. Heb je mat dan? Of echt heel dus helemaal niks? 300 hout, that's it eigenlijk. Ah. Eigenlijk moet je nu gewoon... Even kijken hoor. Er is dus sowieso nog een team van 1. Dus sure. Ja, als je misschien geluk hebt, kom je hem tegen. Ja, je moet gewoon rustig uitspelen. Heel rustig uitspelen. Dit moet je gewoon heel easy doen, jongens. Geen overhaaste beslissingen. Oké, net zoals er wordt hier gevochten. Eigenlijk als ik daar in kan mengen. Oké, dat is hier heel voor me. Als ik dan eventueel kan wachten tot 1 week is, snap je? Ah nee, precies daarom. Okay. Gewoon rustig kijken. En... Oh, jongen had geluk. Kidding me? Ben ik maar met 2 singles in een fight of niet? Voor mij niet, voor mij is het een duo. Scal was ook naar het dak springen. Ja. Oh. Maar houd Rick. Oh ja, dat je zou hier naar beneden kunnen gaan. En dan kijken of je... Oh, daar. Oh, dude. Lekker. Rechts. Hij zit rechts. Daar binnen, hè? Ja. Maar waar? Daarachter nu. Hij zit binnen achter. Wow! Ik moet echt op mijn mes letten, though.
Ik heb nu, na dit heb ik gewoon geen match meer. 70 staal. Pas je op dat je nu niet naar beneden valt. Ja, ja. Ik moet echt hopen dat ik hem in één keer hit. Ja, je moet ook rekening houden met safe zone. True. Kom maar, zet hier links iemand van binnen. Wat? Hoor je dat? Wat? Huh? Wat is dat? Ja, dat is zo'n bal. Oh. Oh, dude. Ik zou naar hem toe gaan. Hij heeft waarschijnlijk volle fall damage. Waar de heck zit hij dan? Daar. Ah, dit is wel een sniper. Dude, ik heb 30 hout, meer niet. Ik zit nog steeds niet safe. Nou, je moet deze guy echt killen, want deze guy vond mij best wel wat net. Laat hem pushen. Oeh. Let op, hij moet weg. Hij is dood. Lekker jongen. Misschien kun je nog pakken? Zou je roer pakken? Heb je nog HP? Ja, ik heb nog een medkit. Oh, als je heel snel bent, je krijgt 35 keer HP. Je bent dood. You're dead. Nee. Nee. Nee! Nee! Oeh! 1 seconde minder lang in deze fucking storm en ik had overleefd! Nee, Rick! Deze concentratie was niet goed voor mijn hart, man. Ik zweer het, ik heb hartkloppingen, dude. Oh my fucking god! Alright. Alsnog GG, man. GG, man. Jezus, 2 keer zwaar in de storm. Ik ben zo dom. Als ik die shotgun niet had gedropt. Dit is alles, weet je. Alright, jongens. Helaas. Sorry. Maar goed jongens, mocht je deze video wel leuk hebben gevonden, laat natuurlijk zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. Als natuurlijk Rick zei 1.5k likes moeten doen zijn. Dus ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, abonneer. Laat je blauwe duimpje omhoog achter. Abonneer ook eventjes op Rick zijn. Link staat hier beneden in de beschrijving. En laat eventjes in de comments weten of ik vaker met Rick op moet gaan nemen. Want ik heb vernomen dat als wij gewoon normaal spelen, we wel een chill duo kunnen zijn. Dus Rick, bedankt voor het meedoen. No problem. Tot de volgende keer. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot morgen om 3 uur bij een nieuwe video. Stom maar jongens. Doei.